Ik ben Diebe, ik ben 17 jaar en ik ga praten over vrede. U zult vast denken, een tiener die verslaafd is aan Temple Run, Koreaanse drama's, Tumblr en een iets te grote fan is van Miley Cyrus. Wat weet die nou af van het complexe probleem? Ik geef toe, ik weet er niet veel van af. Maar wat ik wel weet, is dat deze oorlogen volkeren kapot maken en dat er een oplossing moet komen, want zo mag het niet langer doorgaan. Er zijn momenteel veel oorlogen in de wereld, burgeroorlogen die helemaal niet nodig zijn. Regeringen moeten het volk respecteren en niet uit eigen belang regeren. Als actueel voorbeeld neem ik Syrië, de president die niet wil opstappen en daardoor het Syrische volk laat lijden. Als het volk in Nederland ergens niet mee eens is, kunnen er handtekeningen worden verzameld en daarvan wordt een deel overhandigd aan de Tweede Kamer. Dan wordt er naar gekeken met respect. En daardoor ontstaan er geen toestanden. Voor vrede in het land is er respect voor het volk nodig. Behalve respect voor het volk moet er ook respect zijn voor andere volken. We kennen elkaars cultuur, politiek en godsdienst niet. En dat zorgt voor angst. Daardoor respecteren we elkaar niet, maar vallen we elkaar juist aan. Godsdiensten en culturen moeten gerespecteerd worden. En we mogen niemand dwingen tot iets wat hij niet wil. Als mensen wel worden gedwongen, zullen er opstanden en oorlogen ontstaan. Daarom is de voorwaarde voor vrede, nationaal en internationaal, respect. Het is zo makkelijk culturen te leren kennen en te begrijpen. Maar waarom wordt het dan niet gedaan? Egoïsme en kleingeestigheid. We zijn bang dat andere culturen onze cultuur zullen overheersen. Dat we daardoor onze macht verliezen en we willen alles voor onszelf. Dat het geld wat we gebruiken voor het voeren van oorlog kan toch veel beter worden besteed. Bijvoorbeeld aan het oplossen van de honger. Waarom wordt er dan nog oorlog gevoerd? We zijn bang om onze machtspositie te verliezen. Doordat andere culturen onze cultuur gaan overheersen. Dus het is uit eigen belang. Er wordt wel gezegd dat de landen waarmee we oorlog voeren hiermee worden geholpen. Maar toevallig liggen in die landen vaak grondstoffen. Toevallig heeft het Westen veel economisch profijt van deze oorlogen. Toevallig wil het Westen veel politieke macht uitoefenen. Toevallig is alleen ons democratisch stelsel goed. Dus mijn vraag aan de westerse wereld is vrede wel ons doel? Want als dat ons echte doel zou zijn, zouden we het dan niet al lang hebben bereikt? Hoe moeilijk is het om andere mensen te respecteren? Niet moeilijk, al zeg ik het zelf.